Ik doe de groeten aan die meneer die daar rechts achter mij staat. Die kan mij nu niet zien, ook niet verstaan, maar ik mag hem wel. Hij heeft ook een leuke pet op, goede baard. En ik doe ook de groeten aan de zon, want die is er nu nog niet. Ik zou hem graag willen zien. En ook aan Anouk. En dan is mijn tijd om. Ik wil de groeten doen aan mijn kleindochter Saar, omdat het zo'n lieverd is. En dat ik elke week op haar mag passen. Ik wil de groetjes doen aan mijn vader, omdat ik hem zo mis en hij geweldig is. Ik wil iedereen alle groetjes doen aan mijn vrienden, mijn familie, aan iedereen. En mijn naam is Arno de Munk. Ja, ik ben wel eens naar jullie. Dan zegt u het maar. Wij doen de groetjes aan Meda, omdat jij altijd leuk vindt om naar Omroep Zeeland te kijken. Fijne vakantie allemaal. Ja, ik doe natuurlijk de groeten aan mijn schoonouders, want die wonen in Terneuzen en die komen ook af en toe wel eens een keer in Goes. En kijken dit programma, dus kom zeker weer eens een bakje doen en we zien jullie snel weer. Doei doei! Ik doe de groeten aan Jorik, omdat hij jarig is. En ik wens hem een fijne dag op zijn werk en tot vanavond. Lieve vrienden, lieve familie, ik wil jullie graag eventjes de groeten doen vanuit het mooie Goes. En een hele fijne zomer wensen, zodat we allemaal weer heel lief voor elkaar zijn. En na de zomer weer lekker afspreken met elkaar. Ik wil graag de groeten doen aan het verpleegkundig team van Kliniek Eetstoornissen van Emerges. Zijn stuk voor stuk kanjers en ik heb lang in dat team mogen werken. Ik mis jullie allemaal. Maar meiden, mannen, verpleegkundigen, zet ze me op. Ik doe de groeten aan je Romy, omdat ik heel veel van jou en omdat je een supergoeie vader bent voor de drie kindjes. En aan mijn oma, die altijd voor ons allemaal klaar staat, aan oma Lottie. Ja, omdat wij ook allemaal heel veel van jou houden en de kinderen ook. En aan mijn moeder, precies hetzelfde, iedereen houden van jou. Wij doen de groeten aan heel Zeeland, want wij zijn vandaag getrouwd. Nou, Jaël, mocht je nog kijken naar Omroep Zeeland. Ik vond het heel gezellig met jou vannacht. Lekker logeerpartijtje. De groetjes aan jou, omdat je een topper bent. En ik het altijd gezellig heb met jou. En je eigenlijk gewoon een hele goede vriendin met die altijd voor me klaarstaat. Fijne dag, schat. Ja, hallo. We zijn in Belgen. We zijn hier op vakantie in Wemeldingen. We komen met de fiets. Allee, we zijn fietsers. En we kijken de groeten doen aan iedereen thuis. En prettige in België, maar ik denk dat het niet uitgezonden wordt en in België. Voornamelijk in Lokeren. En onze Nederlandse vrienden ook. De groetjes aan papa en mama. De groetjes van papa en mama. Van wie? Nee. Van Quinn. Zijn kind. Van Quinn. En aan opa en oma. En oma. Yvonne. Aan. En opa. Karel. Ja, opa Karel. Ja. Ik doe de groeten aan mijn lieve ouders. Waarom? Omdat ik super veel van ze hou en ze staan altijd klaar voor me. Bij deze, ik hou van jullie. Ik doe de groetjes aan mijn mama en papa, omdat dit leuk is om te doen. Ik wil iedereen de groeten doen. En ook vooral alle mensen van Mooi Zeeland en het Mooie Zeeland hier vanuit Goes. Groetjes, Ineke. Ja, ik wil graag iedereen de groeten doen die ik ken. En dat zijn onder andere de vrijwilligers van Beest. De mensen van voetbalvereniging Kloetingen natuurlijk. De buren en alle andere vrienden die ik ken. En alle sportvrienden van Heel Goes Fit. Dat was het. Hi, ik wil de groeten doen aan alle bezoekers die regelmatig op het ambachtcentrum komen. Wij zijn nog steeds geopend, dus hartelijk welkom. Hallo lieve kinderen. Allemaal heel hartelijke groetjes vanuit Goes, waar ik zojuist geslaagd ben voor een paar hele leuke schoenen. Ik doe vooral ook de groeten aan de kleinkinderen door het hele land verspreid en aan Ivana in Colorado. Doei allemaal, I love you en ik mis jullie. Wij doen de groeten aan Michael, omdat hij er vandaag niet mocht zijn vanwege zijn moeder. Ja, en ik doe een dikke S naar mijn vader, omdat hij in 2020 kanker kreeg. Dus ik doe dikke S aan mijn vader. Ik doe de groetjes aan al mijn ouders, want ze hebben voor me gezorgd. Ik ook. Ik doe de lieve groeten aan mijn partner Jan. En ook wens ik mijn lieve zusie, die bij ons is, een hele maand van harte beterschap met alles. Dat weet ze zelf. Hallo. Ik wil heel graag mijn dochter Erika en haar man Kees met Daniel begroeten. Groetjes uit Goes en Serens kinderen.
En heel veel plezier verder. Ja, Anne, hier ben ik. In Goes. De groetjes van mij, want we komen allebei uit Gelderland. En het zijn we ook nog niet vergeten. Doei, doei. Wij willen de groetjes doen aan Mabel, omdat we je super lang niet meer gezien hebben. En we hopen dat het goed met je gaat. Veel succes. Wij doen de groeten aan onze kleinkinderen in Zeeland. Dat zijn Anne, Iris, Steven en Elin. Ja, we staan hier vandaag in het mooie Goes. En we willen graag de groeten doen aan onze kleindochter Fien. Hoi, ik wil de groetjes doen aan mijn moeder, want ze is ontzettend lief en ik hou van haar. En ze heet Mieke. En hoi Mieke, ik doe de groetjes aan je. Hoi, ik wil de groetjes doen aan Peter en Chantal vanuit de camperplaats in Wemeldingen. Ze waren heel fijn en heel gezellig daar dit afgelopen weekend. En ik hoop dat we misschien volgende keer weer kunnen komen. Groetjes, Miranda en Tini. Ik wil de hartelijke groeten doen aan iedereen die ik ken. Hier in Goes en in Zeeland. Maar met name de mensen in de omgeving van Den Haag. En met name aan mijn vriendin Adrie, die in Vlissingen woont. En die binnenkort weer even op stap gaat. Maar ja, ik zal haar missen. Oké, dankjewel. Ik doe de groeten aan meneer van Amersfoort, oftewel Dennis van Amersfoort, onze oude mentor van 022 uit 2023 VEVA. Ik doe de groeten aan Leroy Dingemansen, omdat hij ons altijd flink temde tijdens de bivak, tijdens de stages. En Leroy, als je het ziet, die vorige steun was niet aan, maar was niet nice. Goedemiddag, ik wil Ivar Engels succes wensen in Slowakije op de EK steeplechase voor junioren in 2024. En de groetjes aan de familie. Ik doe de groeten aan mijn broertje, omdat hij in Breda woont en hem daarom niet zo vaak zie. Ik doe de groeten aan mijn moeder en ik hoop dat ze een hele gezellige dag heeft. En ik hoop dat je me ziet. Ik wens je heel veel goeds en tot de straks. Doei. Oké, nou ik doe de groeten aan alle havenmeesters hier in Zeeland. Ik heb ze leren kennen deze 4 weken dat we onderweg zijn. Jullie zijn echt perfect, jullie zijn ontzettend goed. Blij dat ik hier ben geweest en we komen weer terug. Hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan. Alela bilel, alela, namtje sharanil, anawinta sawa, gahwa be mazaj, alela, ita sukar, bakbaleka dawa, alela bilel, alela, namtje sharanil, anawinta sawa, gahwa be mazaj, alela. Nou, ik doe de groeten aan mijn dochter Sylvia, die werkt in Vlissingen bij de dierenarts. En wens haar een hele fijne dag, want zij doet zoveel mooie dingen. Ik doe de groeten aan al mijn oud-collega's, ex-collega's en alle ketenpartners. Ik ben al meer dan een jaar met pensioen en bevalt me fantastisch. Jongens, de hartelijke groeten en ga er maar voor. Dan komt het vanzelf allemaal in orde. Goedemiddag, wij zijn hier in Zeeland op vakantie. En we willen heel graag de allerliefste groeten doen aan onze dochter Vera, die momenteel op Ibiza woont. En onze zoon Koen en zijn lieve vrouw Floor en hun lieve 3 kleine meisjes. Hallo Anouk, wij komen even jou bezoeken hier op de markt. We hopen dat je het ook druk gehad hebt, want het is al een beetje koud om zomaar te staan. Hoe jij? Nou, dat was droog in ieder geval. En je zult je best vermaakt hebben. Liefs, opa en oma. Doei. Tot ziens. Hoi, hier vanaf Goes, de grote markt, wil ik de groetjes doen aan mijn man Martijn. Omdat wij zoveel van hem houden, toch? Ja. Deza? Nou, schat, ik zie je straks weer. En nou, ik hoop dat het nu allemaal goed gaat. Doei. Doeg, lieverd. Hallo, kids. Wij staan nu op de markt in Goes bij Omroep Zeeland. En we willen jullie hartstikke graag de groeten doen. Het is koud en we wachten op de zon. En wie weet, als die nog komt schijnen, dan we hier heerlijk wandelen. Ja. Ja. Groeten aan Sabine, Sietse, Lisanne en John. En John. Nou, wij geven de groetjes aan Joop en Bea. En aan Corrie en Rines. Dat komt omdat het is zoveel. Nee, maar dat doen we niet. Nee, jij is toch omdat het zoveel. Ja. Omdat jullie zoveel voor ons betekenen. Ja. Ja, nog één keer. Maar wacht. Omdat ze altijd voor ons klaarstaan. Omdat ze altijd voor ons klaarstaan.
Nou, wij geven de groeten aan Joop en Bea. En aan Corrie en Ines, omdat ze altijd voor ons klaarstaan.